Noël er al aan. Dus ik hoor iets in de verte. Nathalie Celles, dankjewel dat je een subje geeft aan Jarsi94. En Nathalie Celles, dankjewel dat je een subje geeft aan jezelf. Dat is ook lief. Lees de answer de chat wel, ja zeker. Ja, ik zie wel dat heel veel mensen Sims zeggen, maar ik ga geen Sims doen. Als er heel vaak een spel wordt gezegd, betekent niet dat ik het hoef te doen. Hey. Ik had al afgesproken om Sims te gaan doen, namelijk. Ik ga geen Pummel Party doen, ik ga Warzone doen, mensen. Even kijken. Ik kan maar even lekker muziekje aanzetten. Chupapi minyanyo. Even kijken, ik voeg... Ik voeg nog wel even toe aan dit gesprek. Dat is het eerste wat ik hoorde toen ik terugkwam. Nice. Even kijken. Wow, de vlog is echt al goed bekeken. Nice. Vlog is ook echt leuk van vandaag, mensen. Ik doe even lekker muziekje aan. En dan ga ik even plassen, pak even wat drinken, mensen. En dan gaan we even een potje Warzone doen. Waarom doet deze pagina het niet? Hallo? Hallo, hallo? Niet alles gaat goed vandaag, heb ik het idee. Hier, de Spotify application is not responding. Oké, ik heb lekker muziekje aan. Kom zo terug, mensen. Even plassen, even wat drinken halen. Momentos. Papi Moñaño. Je papi Moñaño. Hey, wat strijders. Hey, Ik kom even bij zitten. Hey. Oh, zijn er mensen hier? Hallo. Hallo. Hey, hier. Hey, maatje. Hey, doe jij mee? Ik doe zeker mee, jongetje. Oh, gezellig. Gezellig, hè? Ja, krijg je eigen Discord niet aan de praat, jongetje. Oh ja, zo. Hey, oh sorry, ik ga weg. Oké, okay, start je game op, brother. Maar, Jurt ook. Ja, Jurt het ook mee. Zo kan je niet zijn. Helemaal ga je naar mij lachen. Nee, ik lach nooit uit. Nee, je lacht alleen maar toe. Oh shit, ouwe. FC Necklace. Toen ik weg was. 1000 bits, man. Dankjewel. Dankjewel, FC Necklace. Noël doet de necklace. Hey, Arrowblade23. Dankjewel voor je donatie. Toffe stream weer. Ga je vaker meedoen met FC, met Creators FC? PS, Benny had wel vaker moeten scoren. Ja, klopt. Ja, Creators FC is super lachen, man. Misschien wel. SCP Deadly Rocket. Lekker Warzone. Dankjewel voor je donatie. Ja, man. Lekker Warzone. Let's go, ik heb er zin in. Jur zit er al bij. Jur is snel vandaag. Ja. Noël die is nog aan het opstarten. Ja, Noël die was aan het leren voor zijn examens alvast. Hij is goed. Hij heeft examens.
Ja, over 3 weken of zo heb je examens, no? Twee. Oh, joh, tijd gaat snel. Nice. Ja, doet hij netjes, hè? Meestal als ik een examen had vorige dag. Oh, fuck. Dezelfde ochtend. Noël die lacht. Ik heb nog nooit een centraal examen gedaan. Nee, zover heb ik het nooit gehaald. Maar, je zit hier wel nu, hè? Ja, ik zit hier nu wel, hey, met 8000 kijkers. Maar ik heb nog nooit gewoon een centraal examen gedaan. Nee, ik ben ook nooit op schoolreis geweest. Ja, ik ook niet. Corona. Nou, ik ook niet, corona, zegt hij. Ja, ik had, mijn moeder had gewoon geen geld voor schoolreisje. Weet je hoe duur dat is, altijd schoolreis? Bij ons had je de keuze dat je... Ik zei ook tegen moeder, yo mam, fuck schoolreis, man. Waar besteed het geld ergens anders voor? Oh, bij ons kon je dan... Nu koop ik gewoon schoolreis voor moeder. Nu is het gewoon, mam, je hoeft niet te stressen, man. Ik stuur wel op schoolreis, hè. Kom maar deze bus, kom je wel. Ja, mam, ik heb een schoolbus gekocht, ga maar. Nee, maar mooie tijden, man. Mooi dat kan veranderen. Vroeger geen geld voor de fucking schoolreis. En nu gewoon koop ik de hele schoolreis. Met bus en allebei. Wie koopt de schoolreis? Nu betaal ik gewoon schoolreis van de hele klas. Hé, hey, dat is enge flex. Ik koop een schoolreis. Ja. Nee, lijkt me ook serieus. Alle schoolreisjes geskipt. Lijkt me serieus wel leuk om een keer schoolreis te kopen voor gewoon een hele klas of zo. Dat is wel lach, ja. Dan stuur ik ze allemaal naar. gewoon de gevaarlijkste plek ter wereld. Nee, dan stuur ik ze naar. Ik denk naar de hunnenbedden, man. Ja, dat is wel ziek. Ja, gewoon een dropping in de Ardennen. Hier heb je allemaal survival kit. En over een week moet je hier zijn. Succes! Hey, sheesh! Wat gebeurt er allemaal? Peer VD, dankjewel voor je 5 euro donatie, man. Ja, ik stuur alle kinderen naar de Gulag. Leuke schoolreis. Waar gaan we heen? Naar de Gulag. Hey, Peer VD, dankjewel voor je donatie, man. Superleuk dat je streamt. Goed zijn, Jur, Noel, Myron. Thanks. Koen, 131198. Thanks, baas, voor de 20 euro donatie. Mooie bijdrage aan het schoolreisje. En zo ben ik weer even 2 euro als oppeppertje voor Warzone. Veel succes, man. Dankjewel. Het is wel weekend. Het is zondag. En dat betekent, weekend betekent altijd echt diehard, hardcore, moeilijke lobby's en shit. Oh, nee. Maar we gaan ons best doen. Sowieso. We gaan ons best doen. Search.io, dankjewel voor je suppie. 2 maanden al. En Niet Sammes, dankjewel baas. Niet Sammes komt even binnenvallen met 5 gifted subs. Thanks baas, wordt gewaardeerd. Wordt heel erg gewaardeerd. Enzo, er is een echo. Heb ik een echo? Oh. Oh, dan komt jouw mic. Dan moet je even wat zachter zetten. Thanks chat. Ik dacht eerst dat er stond, Enzo, je hebt een ego. En iemand typt het verkeerd. Ik dacht, een ego? Wat? Ik heb helemaal geen ego. Heeft het over schoolreis kopen? Ik heb geen ego, ik koop gewoon schoolreis. Maar ik heb geen ego. Nee, ik heb echt geen ego, mensen. Echt niet. Wat is er? Dat is echt de meest ongemakkelijke vraag. Hey, praat eens. Ja, hey, praat eens. Ik ben hier aan het streamen voor 8000 mensen. Hey, praat eens. Hey, praat eens. Praat al de hele tijd, jongen. Konjo puchapi miyanyo. Wat een gast. Praat eens. Ja, even kijken of daar dan aansluit. Nee, die moet je zachter zetten. Nee, dat doe ik toch? Kijk, want nu als jij praat... Knoopbouw. Dus wordt niet... Nee, maar je moet het nog wel wat hoger zetten. Nog hoger? Ja. Maar praat ik zo'n echo. Toch? Ja, die echo... Ja, die echo gaan we fixen, mensen. Die echo gaan we fixen. Als ik hard praat, dan hoor je inderdaad echo. Maar dat wordt gefixt. Wordt gefixt. Net zoals dat ik dat 3 jaar geleden deed bij Myron. Woop woop. Let's go. Ik had wel grote haak nodig voor Myron. Redstorm, dankjewel voor je suppie, baas. 4 maandjes alweer. Dankjewel. Sick hoor, gewoon weer hype traintje level 5 gehad, mensen. Wel echt love. Dankjewel daarvoor. Wat is een ego? Een ego is als je zegt van, yo, ik ben de grootste YouTuber van Nederland. Oh, wacht, dat ben ik. Een ego is als je zegt, ja, ik ben de beste en ik kan dit supergoed, ik kan dat supergoed. En dan zegt iemand, ja, ik heb op tennis gezeten. Oh, tennis kan ik ook supergoed. Kan en beter als ja, ik kan veel beter, ik ben niet te verslaan en ik ben overal goed in. En dat is gewoon heel erg ego. Of je hebt ook bijvoorbeeld ego in voetbal. Dan ben je bijvoorbeeld een voetballer en dan, ja, voetbal is een teamsport. En als je dan nooit de bal afgeeft, dan ben je echt een ego. En ik bedoel, het bestaat niet uit één persoon, een elftal, bestaat gewoon uit
11. Dus ja. Oké, okay, ik doe even de muziek uit. Hey Noël, ben je er ook? Ja, hoor je mensen mij goed? Yes, horen jullie nou wel goed? Hey Beunberen, wat? Hij doet 5 gifted subs van niveau 2. Oei, yo. Holy shit, dat is sick. Dat gebeurt niet vaak. Beunberen, gooi allemaal even die beertjes in de chat, dames en heren, voor Beunberen. Wat is niveau 2? Je hebt tier 1, tier 2 en tier 3. Wie gaat eruit? Iemand tagt daar en gaat daar eruit. Ja, echt, wat een pannenkoek. Ga hier eruit. Jur, jij tagt daar zelf en je gaat eruit. Oh, ja, dat heb ik dan met Altap gedaan, oeps. En daarom zei Noël, met Jur? Met Jur? Ja, maar bro, ik ben zo goed geworden. Hey, die beren emotie die kan je spammen als je sub bent, mensen. Oh, er zit eentje hier onder mij. Hey, ik pak die truck. Oh, ga maar met z'n allen naar die truck, ouwe. Yo, dit is even wennen, dit iets. Kom, we gaan hierheen. Ja, is goed, meisje. Wee! Oh, oh, yo, ik heb zelf revived. En dat zijn ze. Ik heb het gewoon gehaald. Hé, hey, wat is het? Die kan hier. Wee! Oh, daar landt iemand. Ik heb flappen. Er is één iemand op het dak. Wij gaan door. Ja, er landt nog iemand daar, achter. Hey, schoolbus trekt, schoolbus trekt. Ja, we gaan op schoolreis. Yes! Schoolreisje. Hype in de chat voor schoolreis! Hier hebben we de mooie molens van Nederland. Aan de rechterzijde, kijk je maar. Mooi, 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 mooi. Juist, en dan gaan we hier door. Meneer, ik moet plassen. Oh, komt u maar. Ik moet ook plassen, waar kan ik plassen? Oh, even wachten. Meneer, ik word beschoten. Ja, ja. Dat was normaal, dat hoort erbij. Dat hoort bij de trip. Hype voor de schoolreis. Oh, en 0348, dankjewel voor je suppie. Zoutappel, dankjewel voor je donatie. Douyens, Hicks, XD, dankjewel voor je suppie. En Soidor, dankjewel voor je donatie. Yo, ik ben vandaag aangereden, alleen nu kan ik niet meer kot spelen. Oh, wat de heck, aangereden? Oh, ik hoop dat het goed gaat verder. Ah, ik word weer beschoten! Oh, ik heb hem weer gehit. Ik heb weinig wapens. Hey, dit eigenlijk. Is allemaal genoeg, hoe kan dit nou? Hier, dit ook? Ja, dit niet. Dit huis. Oh, ik zie hier geld en een kist. Deze was ook niet geloot, volgens mij. Nou, daar rechts wel. Maar deze is niet geloot. Nee, die waar je in de burning in hebt. Stukje. Horen jullie nog steeds een echo? Want anders dan moet je het even laten weten, mensen. Ik doe nu wel sowieso even wat harder. Kijk. Dan praat ik wel gewoon knijthard. Dan schreeuw ik gewoon. Nee, je moet juist niet hard praten. Je moet juist niet hard praten. Ik ga niet hard praten. Want dan horen ze het ook op mijn microfoon. Huh? Ik zit in de auto. Wat? Dat was echt heel raar. Oké, okay, laten we verder gaan om te looten. Ik denk gewoon even hierheen of zo. Dan pakken we dat vlaggetje wel. We moeten wel iets doen. Hey, Bias-klant 23, dankjewel dat je een subje geeft aan Katarina 2606. En FC Necklace, dankjewel dat je een subje geeft aan SK 983. Oké, okay, er is geen echo, thanks yet. Thanks. Let's go. Dat is dan goed gefixt. Oh joh, er stond gewoon niemand op straat daar. Oké, okay, ik heb al 158 damage, ja. Ja, dit is de controlegrens, jongens. Even rustig uitstappen, iedereen. Ja, hier worden kinderen altijd... Ah, dit is echt zo niet mijn spel. Jij liet je ID niet zien. Krijg je dat wel? Je zit gewoon neer hier, met de controlegrens. Maar waar staat ze hier? Kan je laten weten? Oh, ja, nou, ik zie ze wel. Ergens bovenop een huisje, maar ik weet niet welke kant. Hier aan de voorkant Noord. Daar komt hij. Armor cracked, 1 hitje is hij. Ze gaan pushen. Wait yo, wait yo. Ja, eentje armor cracked, te druk. Auw. Oh. Hij had al fully loadout, of hij had een dikke Mac 10 of zo. Ja, klopt, alle drie fully loadout. Ze hadden allemaal loadout, zo snel. Waarom zijn de kleuren raar? Ja, ik heb een gamefilter. Ah! Zal ik jullie even laten zien, die gamefilter? Kijk, dit... Kijk, gamefilter. Ik ga het nu aan jullie laten zien. Dit is zonder gamefilter. Kijk hoe grauw dit is. En dit is met gamefilter. Hop. Zie je dat verschil? Hop. Hop. Dat is ziek, hè? Gamefilter is veel chiller. Oké, okay, ik ga je coachen, bro. Hij gaat via dat huisje. Hij gaat via dat huisje. Hij is in het huisje. Ja, ja, let op, let op. Kijk deze. Deze verwacht hij niet. Let op. Kijk, kijk. Ja, hij is in het midden? Ja, ja. Kijk. Ah, lekker, bro. Lekker, bro. Netjes. Hoppa. En zitten. Uh-oh. Oké, okay, stil, stil, stil. Gulag. Oh, hij zit hier achter.
Ik had hem met een granaat, wat de heck? Let's go. Ik had hem met een granaat, hoe mooi was die? Als jij nou die pakt, pak ik deze. Of niet? Ik pak deze wel. Hi, go. Let's go, bro. Let's go, party people, let's go. Ja, GG, die was nice met de granaat. Soidor, dankjewel voor je donatie. Ik zie het. Speel je ook gewoon normaal multiplayer of doe je alleen Warzone of Cold War? Nee, ik speel eigenlijk alleen maar Warzone. Ik speel, ja, ook heb ik ook wel eens een paar keer multiplayer gespeeld. Dat vind ik ook wel leuk. Maar allerleukste vind ik toch wel echt Warzone. We gaan even kijken of hier nog wat loot is. Ja, laten we gewoon een beetje die bunkers afgaan. Als ik hier zo spring, dan ga ik ook knijts ver. Oh, yo! Ja, dat was nog niet geloot, geloof ik. Even chillen met mijn riot shield hier zo. Top, top. Zo. Kijk, ik heb nu al een chill wapen. Ik ga gewoon met die riot shield lopen, boeien. Kan best wel chill zijn. Oeh, Mac 10. Ja, dat je nu die Mac 10 kan krijgen is echt zo ziek. Oké, laten we Jort terugkopen. Ja? Geen loadout? It's sick. Wat is nou wel weer leuk. Zo ik loop leuk al dat van je voor de zesde keer die grap maakte. Ja. Dus wel op de shop rechts is teruggekomen. Ja, daar zo. Mij. Maar daar is ook onze bounty. Oh, dat is ook de bounty. Ja. Maar dat is prima. Hé, hey, mag ik niet mee? Oké. Okay. Ja, het lukt helemaal uit, ja. Laten we daar straks niet heen gaan. Want we moeten eerst even wat goede items hebben. Dus kunnen we misschien daar wel even looten. Oké, ik drop mijn geld. Oké. Oké, dan meteen weer erin. Dan gaan we weer verder. STP, Deadly Rocket. Oftewel, de Haagnees is weer gesubt hoor. Dankjewel, baas. Oké, laten we hier naar links even looten. Lijkt me een goeie. Dan stap je alvast uit. Kan je links looten. Yo. Hey, maatje. Maatje. Kom ik even hier alles chatten, ja? Beetje geld. Ja, dat was eigenlijk niet zo nice. Ik kon beter daar landen. Ik zag niet dat je daarheen liep. Ja. Wil ik looten? Ik vloog er gewoon op af. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ik heb wel een hele Magnum uit het huis gehaald. Nou, kijk eens aan. Hier ligt een RPD, is een LMG. Nice. Ik heb wel een plate voor je. Oh, hier ligt een Vara, die is wel chill. Ik heb hier twee plates voor je. Ik heb het net opgepakt, maar deze is een cru. Oké, nu kunnen we wel naar hun toe gaan, anders dan gaan we toch niet redden. Ja, ik heb weinig ammo, maar hey, let's go. Ja, laten we gewoon gaan, boeien. Wij durven alle. Kijk, als we hier gewoon hype pakken, dan... Ja, laten we dat doen. Oké, daar gaan we, dames en heren. Hype in de chat voor dit gevecht. We hebben nog 40 seconden voor de bounty. Nog 40 seconden en daar zijn ze. Oh, ze kopen loadout. Oh, ze kopen loadout. Ja, maar daarom gaan wij er nu meteen op af. We gaan er nu meteen op af. Aan. Sowieso. Wow, wat een glitch eruit. Maar dat maakt niet uit. Ik ga wat doen. Oh, joh. Oh. Oh. Oké, okay, ja. Oké, we gaan er vandoor. Papa. Ta-da-da-da-da-da. Hype in de chat, we gaan er vandoor. Jur, niet schieten, wegwezen. Ik ga er vandoor. Jur, we komen je ophalen. We gaan naar de loadout. Papa, ja. Papa. Oké, Jur, kom erin. Oh, dit is nog een risico. Ja, nu wel. Ja, let's go. Oké, rest jij hem? Zeker. Wat? Wat hangt eruit? Wat? Wat die bomen in deze game? Ja, die bomen, dat is echt irritant. Als ik niet doodgaan? Daardoor viel ik inderdaad ook uit. Ah, ik blijf al zitten. Ze zijn er wel aan het schieten, maar niet uit. Ja. Oké, let's go. Ah! Oeh, ja, het ligt maar dit is prima. Dit is prima. Yo, maatje. Oké, dit is beter. Ze zijn heel boos. Ja, ze zijn echt boos. Ja, ze zijn een beetje dreigen, een beetje... Ze zijn een beetje ego, hè. Ze focussen alleen maar op... Cool aan doen. Ja, we hebben net geleerd wat ego is, hè. Ja, oké, dit is maar één loadout hier. Dus niks aan de hand. Ik landde precies op de loadout. Oké, let's go. Heeft er iemand... kunnen we armor plates kopen? Laten we deze bounty pakken rechts. Deze? Ja, deze. Oké, dat ga ik even doen. Hè? Dat doe ik voor jullie. Oké, we gaan ons best doen, dames en heren. Eerst sportje, let's go. Ja, yeah, let's go. Oké, hey, trouwens, allemaal kreet check, hier beneden. Check met escape. Nee, die kreet is niet meer. Oh, nee, die is weg hier, verdomme. Check serieus escape. Check mijn damage en jouw damage nu wel en check onze kills. Jouw damage. Oh, we werden beschoten. Hier, in deze huis. Ja, ja. Okay. In deze huis, goed Nederlands. Ik heb geen shields. Oh, oh god. Armor cracked. Ah, meen je niet.
Oké, ook mensen op afstand. Hoe konden jullie niemand killen daar? Ik had eentje armor crack, maar ik heb geen plates, dus ik was in één school dood. Oh, dat had je even eerder moeten zeggen, want ik had geen plates voor je. Ik heb geen plates. Ja, nou, wij had je eerder moeten zeggen. Nee, dat zei je te laat, Noël. Ik moet eerder zeggen. Ik erop af, ik zeg ik heb geen plates. Nee, ik wil dat je smeekt om die plates, oké? Okay? Godzak. Als een fanfare ging hij er naartoe. Ja, prima. Enzo, wat zijn je settings? Ik kan dat wel even laten zien. Voor zover we moeten wachten. Kijk, dit heb ik als instelling, mensen. Ik blijf er wel even op, dan kan je het zien. Ik heb een 2080 Ti. Dat kan je instellen. Nee, dat kan je niet instellen. Maar ik vertel gewoon even wat ik heb. Want mensen vragen wat voor videokaart ik heb. Echt? Oh. Wat een ontzettend goede opmerking. Ja, wat een lul, hè. Kijk, dit zijn mijn details en textures. Die zijn wel belangrijk. En dan hieronder is ook wel belangrijk, deze shit. Allemaal. Dit allemaal uit. Dit low. Enabled, low. Hieronder, deze quality. Dat DLSS. Dat is nieuw. Hey, toegestaan. Dankjewel voor je subje via Prime. Waarom heb je de PC van Milan niet, Enzo? Ja, die heb ik wel. Hier. Maar ik heb nog niet alles overgezet naar de nieuwe computer. Dus ik dacht tot die tijd gebruik gewoon deze computer, aangezien ik hier alle OBS-settings heb. Maar toch was alles veranderd door Windows-update. Heel irritant. Yo, Enzo, welk server speel jij? Zegt Michiel Duivenman, 1998. Gewoon op Europa? Ja, gewoon op Europa. Oh, Morten FN en bedoelt die gamefilters. Ja, wat ik heb bij gamefilters, kan ik wel even laten zien. Ik heb hier details. En dan heb ik dit. En dan heb ik belichtingstijd en contrast. En dan heb ik kleur. En het is heel erg belangrijk dat je dit in deze volgorde instelt. Want je kan ze ook verplaatsen naar boven en naar beneden. Maar dit is dus bij details, dit bij belichtingstijd en contrast. Ja, dus we houden dit even vast. En dan heb ik hier met kleur heb ik dit. Ik laat het wel even staan. We moeten toch even wachten totdat we gaan beginnen. Oh, mijn cam staat ervoor. Oh. Knol power. Kijk, is dit beter? Zien jullie het nu wel, mensen? Kijk, hoppakee. Mijn, hallo, daar ben ik weer. Mijn FPS rond de game. Ja, ik ben nu aan het streamen. Dus als het goed is, nu een beetje rond de 100, zoals je ziet. Tijdens het gamen 110 misschien. Maar meestal als ik niet aan het streamen ben, dan is mijn FPS echt wel 140, 150. It's Daniel Carroll. Dankjewel voor je 5 gifted subs, baas. Thanks, man. Aardig van je. Niet Sammes, dankjewel dat je een subje geeft aan Drotstar Gaming. En Marijn Bemmel, dankjewel dat je een subje geeft aan Unox Worst 1, 2, 3. En FC Necklace, shout-out naar jou, man. Komt even binnenvallen met 1300 bits. Damn, ouwe. Dat gaat lekker, dankjewel daarvoor. Ja, daar wordt wel een beetje druk, maar fuck it. Laten we mee gaan. Ik denk dat het echt heel druk wordt. Ik ook. Ik ben ook bang. Hey, thanks, man, FC Necklace, voor je bits, man. Gaan we allemaal in dat huis landen of ergens anders ernaast? Ja, laten we er allemaal in dit huis landen, oké? Okay? Allemaal in dat huis. Ik zie sowieso al mensen naast mij. Gewoon hem, focussen. Hier, hakken, hakken. Ik heb er één. Waarom landen dan jullie niet bij mij? Eentje. Ja. Ja, ik heb één dood. Heb je nog één? Ja. Thanks. Ik rest jou. Komt goed. Eentje wat binnen of naar rechts gelopen. Eentje kruipt hier. Oh, eentje is gerest. Oh, wat de hel? Dan twee teams. Ja, het zijn twee teams. Hoezo kan ik hier niet... Wat is dit? Bro, we kunnen niet meer naar binnen vier. Ondertussen zit Jur alles te looten. Hier! Hier is hier! Ja, ik heb hem. Ja, je bent te snel. Was ik er gewoon voorbij gelopen? Je was gewoon naar het kistje gegaan, naar boven en hij was beneden. Ah. Oh, volgens mij hoorde ik links iemand, of deden jullie dat? Dat ben ik. Ah, dat ben jij. Oké. Okay. Oh, wat is dit voor silence pistol? Hold on, cancel that. Er zijn vast nog wel mensen. Ja, ik ga gewoon. Ik heb in ieder geval 3 shields. Oeh, shotgun. Oké, deze is wel chiller. Oh ja, ik zie hem. Kijk uit, Jur, in mijn huis. Ja, dat is in jouw huis? Eentje down.
Lekker, kom eraan. Dood. Ik kom er ook aan. Maak jij het glas kapot, Enzo? Ja. Hoi. Volgens mij was er één, hoor. Legendary kist. Ik ruik ze wel, hoor. Ja, ze zijn wel nog aanwezig. Ik had gewoon een legendary kist, man. Damn. Hij is aan het zweten. We hebben alleen wat meer money nodig. Ik heb UAV. Oh, en ik heb een airstrike. En ik heb best wel wat shields en ik heb een platebox. Hoi, poep, kip, haan, zaagboom. Dankjewel voor de 300 bits. Wat de heck? Stel je voor, je komt op zo'n punt en dan staat, vul je Twitch. Oh, daar loopt iemand. Hij komt naar ons toe gelopen. Hij zag mij, kut. Dat is jammer. Ja, dat ik ga via deze buizen. Dan ga ik zo omhoog. Wel goed getagd trouwens hoor. Mijn schuld dat ik daar toevallig. Oh, is hij nou naar achter gelopen? Ja, hè? Ja, hij is weggelopen. Zullen we hem pushen? Ja. Hij liep daar naar links. Ja. Echte mannen zijn wij. We zijn met z'n drieën, dus... Ik kan een UAV poppen, mochten jullie dat willen. Ja, doe maar. Daar is hij. Oh, kijk. Er zijn meerdere. Nee, Tony, geen angst. Knol power. Komt u maar. Oh, je hebt zelfs stack. Oh. Nou, ik heb nu wel mensen boos gemaakt, denk ik. Want ze zitten nog ze zitten hier binnen. Hij loopt linksom. Joost. Gooi! Oh, hij is niet buiten. Hij is één hit, Ja, die is down. Achter de bar allebei. Allebei? Ja, allebei achter de bar. Moment. Reloaden. Oh, ik denk dat ze weg zijn. Oei. Ik heb geen shotgun ammo meer. Oh, in mijn nek! Wow! Huh? Het werd een beetje heet onder mijn voeten daar. Ik ben maar gewoon weggegaan. Je had een team wiped en een ander, toen werd ik gekilled, dus er was nog een team. Ja, ik ben maar weggegaan voor zekerheid. Ja, loop naar die Bert anders. Ja. Woe! Daar werd het een beetje heet, dames en heren. Hey Kevin, NLPG, dankjewel voor je subje, man. Ik heb Gulak. Oké, hier is nog niet geloot. Ik heb best wel wat geld. Dus als je de Gulak wint, zou... Oh, Noël, wat hè? Ja, een parachute deed niet. Dus je bent geen eens gekilled, je bent gewoon de parachute heb je niet open gehad. Ja, ik weet niet. Douwtjes zat door de war. Niet Douwtjes zat door de war. Niet goed ingevouwen. Oké, ik kan je wel resten, dat scheelt. Moet ik er nog wel zin in hebben, maar... Ik lig hier, ja. Ik wacht op je. Ik heb een mooi plekje gevonden. Oké, ik kom je redden. Ja, geen mooi liggen voor jou. Oké, ik heb in ieder geval genoeg geld voor loadout. Moeten we alleen nog even jurk terugkopen. En dan hebben we eindelijk loadout, ja. Ja, dat gaat die, wel helpen. Die chopper die kunnen we al chill pakken. Knolpaar. Ja, dat... Hey, Miss Kaffie, dankjewel voor je subje via Prime, man. Wordt gewaardeerd. Oké, pak jij gewoon die chopper, dan pak ik deze waggie wel. We moeten alleen even kijken waar we gaan looten. Misschien gewoon deze alleen even. Kijk hoeveel geld je hebt. Ja, we moeten gewoon even Shopee vinden. Shopee. Hier, zullen we deze gewoon pakken? Wacht. Ik zie hier geld in de vrachtwagen. En ik zie hier geld in de vrachtwagen. Ja, dan hebben we genoeg voor alles. Juist. Lekker hoor. Kijk. Nu hebben we en loadout. Nee, laten we deze gaan, man. Dan hebben we meteen een Bertha. Dan hebben we twee Bertha's en een chopper. Ja, ja. Beter kan niet, toch? Gisteren in de stream van Milan hadden we drie Bertha's. Dat was geniaal. Dus hoe meer Bertha's, hoe beter. Die dingen zijn gewoon sterk. Al helemaal als je solo gaat spelen, is echt een tip van mij voor de Warzone spelers. Als je solo gaat spelen, zorg dat je een Bertha hebt. Daardoor kan je echt games gaan winnen, want die zijn gewoon knijtersterk. Dan kan je gewoon lekker moven. Enemy UAV. Gaan we gelijk weg? Geen zin om gesniped te worden of iets. Ja, neem jij deze mee dan? Die box? Dan laten we even naar een veilige plek gaan. Moet ik een Bertha pakken of... Ja, pak jij de Bertha hier. En dan gaan we even ergens naar beneden. Dan droppen we daar de loadout wel. Oh, wow, dit ziet er wel ziek uit. Twee Bertha's, ik UFO-piloot. Ja, beter toch? Oké, okay, is misschien een random plek, maar laten we hier zo gewoon droppen. Ja, mooie plek. Ja, dat is heel random. Oh, mooi.
Heeft er iemand een plate voor mij? Oh, ja, sorry. Ja, sowieso. Ik heb hier plates. Even kijken. Ik heb hier 1, 2, 3. En ik heb hier 1, 2, 3. Oh, ik heb natuurlijk... Hey, wat wel? Ik zit natuurlijk in die box. Oh, ik stel ook even wat plates. Dank u. Oké, ik pak de chopper wel. Mag. Oké. Mag niet. Hey! Wat gebeurde er? Ik ben gesniped, pas op. Hij zit ergens boven. Ik had die chopper ook niet moeten pakken! Ja, we worden van achter beschoten, dus... Verdomme! Ik had die chopper niet moeten pakken, wat is dit? Ja, de Bertha is dus heel fijn. Oei, ik ben even aan het grinden. Ja, nice. Wij gaan jou terugkopen, man. Nou, we gaan gewoon naar links of zo. Ja, ja, ik moet even een pleetje gooien. Sophie zegt Porsche of Lambo. Groetjes, Sophie. Ja, ik denk toch wel Lambo dan, hoor. Maar het is wel een moeilijke keuze. Waar zou jij voor gaan, hier? Stil, ik doe Gulag. Voor een beurt, hè. Jeetje. Goed. Nou, dan gaan we even geld verzamelen, ergens. Ja, graag. Waar kunnen we dat beste doen, maatje? Kijk, ik denk in dit hok zit wel meestal een mooi stekje geld voor een Noël. Dit is ook zo. Ja, daar meestal een kistje zit. Wel vette skin dit die je hebt, Noël. Ja, kijk, het is een straaljager. Ja, die is vet. Vet, hè? Ja, is cool. Ik heb hier wat centen gevonden. Oh, kijk. Nice. Jullie hebben het al bijna. Chill. Hey, STP Deadly Rocket, dankjewel voor je donatie. Klopt, die Bertha is echt een beast en soda. Lekker en zo kan het. Thanks, maat. En Just Gaming NL, dankjewel voor je suppie. Oké, nog een beetje money, boys. Kijk of hier 500. Ja, hier zou het toch wel wat moeten liggen. Noël HAVO of VWO? Wat doe jij eigenlijk? Ik doe HAVO. HAVO. Hé, hey, lekker man. HAVO. Dat ben ik ook. Oeh, erg sterk. Hey, we hebben genoeg. Nee, 200. 200. Hey, ja, ik heb het. Ah, oh, hij staat achter ons, achter ons. Ah, ik zag hem. Oh ja, hij is boos, hij is wild, hij is boos. We gaan richting de loadout, want dan kan ik dingetje van loadout pakken. Want, ja. Oh ja, beter bij deze shop, ja. Dan kan ik meteen die pakken. Dat knijt slim. Kan nog net, nog 30 seconden. Ja, wij doen dat easy. Hoeveel schermen heb je? Vraagt Psycho Cryptic. Ik heb 2 schermen. Normaal 3, maar ik heb er nu 2 omdat ik iets in mijn setup moest veranderen. Maar er komen volgende week als het goed is 3 teringdikke nieuwe schermen aan van MSC. Hoe dik? Teringdik. Ja, maar hey, die beeldschermen, die hebben 240 hertz. En de beeldschermen... hertz. Ja. En de beeldschermen die niet zo wijs doen, hè? Nog. Nee. En de beeldschermen die ik nu heb, die hebben 144 hertz. En later dit jaar komen de beeldschermen uit van MSC. En dat is echt niet normaal. En die hebben gewoon 360 hertz. Ja, echt. Ja, echt. Mag dat wel zeggen eigenlijk? Ik weet niet. Wel echt heel dik. Nee, is goed. Heel pak mijn trek maar. Shoutout MSC. Zoals jullie hierboven zien, ik word gesponsord door MSC. Dus gewoon allemaal een leuke samenwerking en zo. Maar een hele leuke partij is dat MSC. Het is wel echt dik, want ik weet niet voor de mensen thuis. Sinds vroeger, ja ik heb loadout. Sinds vroeger, toen ik klein was, is mijn droommerk voor motorrijden altijd Yamaha geweest. En ik word nu al 2 jaar gesponsord door Yamaha. En mijn laptops, die waren altijd van MSC. En nu heb ik als sponsor MSC. Hey, turn up! Hoe sick is dat? Aan de overkant, ik zie ze. Dus gewoon de merken waar ik gewoon altijd al gek op was, daar werk ik nu gewoon mee samen. Hoe fucking vet is dat? Eentje is naar beneden gesprongen? Ja. Kijk. Oh ja, ik rij hem wel plat. Rij hem. Ik heb hem cracked. Ik heb hem. Nice. Dat zijn ze. Ja, wie jat hem dan die kill? Oh, excuses. Wie doet dat nou? Noël. Rij ik hem over? Jat hij die kill voor mijn neus? Ja, Noël. Wat een gast. Ja, ik zeg niks, hè. Maar hij is kaal en heeft een sniper. Ik denk dat deze man hier achter mij zit. Hey, Soidor, dankjewel voor je donatie, man. Nissan GT-R of een Subaru WRX? Dan liever een Nissan GT-R. Knijtsdikke wagens. Hey, deze boom heb ik ook in mijn tuin. Echt? Hey, deze boom ook. Ja, die roze, die heb ik toch laten zien in de vlog vandaag. Ja. Mooi. Tenminste, boom. Waarschijnlijk niet precies dat merk of wat dan ook. Merk. En de voortuin. Merk, hey, je hebt gewoon Gucci planten. Louis Vuitton. Prada. Je hebt zeker high planten. Die bomen waar je je label aan moet laten hangen omdat dat cooler is. Supreme planten. Ja, dan moet je die hangtag aan vast houden. Ja. Wat doe je allemaal, Noël?
Hey, ik pak die Beretta, ik doe slim, ik ben aan het slopen. Oh, nice. Met z'n allen. Ik heb oh, ik zie daar mensen voor ons. Kom, kom, kom. Overrijden. Hij was hier ergens. Ik denk dat hij voor die chopper gaat, eerlijk gezegd. Oh, ik word beschoten van rechts, van het zuidoosten. Van rechts, ja. Oh, hier voor mij. Ik zag hem. Oh. Oh ja. Oh nee. Oh mijn god, Jurriën. Hij jat alweer mijn kill. Hij jat alweer mijn kill, mensen. Zien jullie dat? Hij jat alweer mijn kill. Oh. Yeah. Nee, deze was leuk, man. Deze was leuk, maar niet uit. Deze was leuk, deze was leuk. Ik word nog steeds flink beschoten op zich. Ja, achter ons. Maar laten we wel met elkaar rijden. Als het goed is, zit hier nog eentje bij mijn tag op het dak. Die gaat die chopper pakken. Hoi, yo. Misschien overleef ik het niet. Wat heb je gedaan? Ja, ik word gewoon uit de ding geschoten en nu gaan ze al Semtex. Zit hier allemaal op het dak. Rij maar weg, hoor. Oh, dan gaan we naar de overkant, joh. Ga je mee? Ja. Pak een chopper achter me. Ja, we gaan misschien deze pakken. Ja, dat is een chopper. Misschien kunnen die choppers sprayen, dat weet ik niet. Nou, het is een most wanted, dus je zou wel rustig aan willen doen. Stop met mij te schieten. Auw. Let op, je wordt geschoten van achter. Oh. Oké, okay, dan rij ik wel verder. Ja, hier rechts kunnen we hem wel terugkopen. Ja, laten we dat doen. Ik heb de shop al gemarkeerd. Thanks. Hé, hey, dat vind ik lief. Ik knuffel even zo'n randje op mijn maat. Ja, ik heb hetzelfde. Hoppa. Oké, okay, we gaan hem wel even terugkopen. Elke Bieber, dankjewel voor de 300 bits. Nog gefeliciteerd met je verjaardag trouwens. Oh, er staat ook. Hey Enzo, kijk je stream op mijn verjaardag. Ja, ik weet dat van Milan's stream gisteren. Dat zag ik ook al. Elke Bieber is jarig. Je moet je plates hebben? Je hebt heel plates. Nee, maar toch bedankt. Oh. Nou, plate dan. Ik heb plate nodig. Nee. Zullen we daarin gaan? Dan staat een Bertha. Voor Noël. Ja. Oh, ja. Ik wil wel winnen met 3 Bertha's in ons pocket. Ja, dat zal wel dik zijn. Sowieso voor die eindcirkel is Bertha ook wel nice, hoor. Zo, als je dan alleen maar rond kan rijden, dat is mooi. Ja, dan kunnen die andere mensen niks doen. Gewoon overrijden. Oeh, ik denk dat ik hem gewoon heb afgepakt. Als het geluid... Ja, kijk uit. Oh, nice. Oeh, ja, zijn boze meneeren. Ja, ze zijn boos op mij. En dat snap ik. En dat mag. Ik heb UAV aangedaan. Nice. Ja. We zitten te snipen. Oh, wow, wow, mensen op de brug. Oh ja, hier, daar. Op de brug? Ik ga aanrijden. Ja. Ik ga aanrijden. Au, ik ben gekrekt. Ga ik niet doen. Ik heb ook geen wapens, hè, boys. Oh, mijn... Ik ben goed gehit. Ik moet hier vandoor. Ik moet splitsen. Mijn truck is bijna kapot. Kom naar jou. Dus we moeten even meeten. Oh, ik word van... Oh, nee. Hij is bijna kapot. Oh, hij is kapot. Oh, ik heb echt geluk dat ik nog even weg kon gaan. Ja, er staat hier een nieuwe Bertha. Stop. Ja, achter mij nog wel zijn heel veel mensen op die brug. Ja, dus we kunnen dadelijk die mensen aanrijden. Het is insane druk. En die mensen waarvan ik deze truck heb genakt, die we moeten doorrijden. We moeten echt doorrijden. Ik heb een nieuwe Bertha. Ik heb een nieuwe Bertha. Mijn is bijna stuk. Mijn is bijna stuk. Mijn is stuk. Ja, ik zie hier een nieuwe. Die pak ik. Nee, waarom laat jij me de steek? Jur zegt dat ze truck kapot is. Je rijdt van hem weg. Echt niet. Is je wel? Ja, dat zei hij. Hij is kapot. Hij is kapot. Oh. Jij zegt, ik heb hier een nieuw truck. Oh, dat ben jij, maatje. Oké, okay, ik word ook goed gehit. Ik moet ook mee. Ik moet ook mee. Ik moet ook mee. Get in the car. Mijn geluid valt elke keer bij jullie weg. Dat is heel raar. Ja, dan heb je een instelling aanstaan dat als wij praten, dat jij gemute blijft. Ja, waarschijnlijk. Daarom zei ik net ook met die hert. Recht op elkaar. Dat kan gewoon niet. Ja, we moeten liggen hier. Het is echt druk hier. We pakken deze, Bertha. Dit is leeg. Deze staat hier standaard. Zullen we hier gewoon looten, want ik heb nog geen wapen. Ja, is goed. Dan zet ik hem even wat meer naar binnen. Hier, pleetjes. Er zijn wel mensen bij de superstore. Zou daar rekening mee. Iemand nog pleet? Ik heb nog één pleet. Leg dat op de trap. Hey, SDP Deadly Rocket, dankjewel voor je donatie. Nine Enzo, je speelt met Krieg 6. Lekker, hoe vind je hem spelen? Ik vind hem heerlijk spelen. Krieg 6 vind ik echt nice. Vind ik echt heel AR ook. Oh, mensen voor ons. AR hem. Nee, heb ik niet. Hey, mensen voor ons, boys. Zie het. Ik heb geen ammo. Ik kan je hij is bijna dood. Ik kan je één clipje droppen. Dan is het budget op. Oké, ze zijn hier mensen. Wat zijn jullie nou aan het doen de hele tijd? Ik had ammo nodig, zeg ik. Ik heb er één down. Eentje pakken geraakt. Oké, eentje ligt erachter down. Okay. Oeh. Ik heb eentje bijna dood erachter.
Ik pak de beurt en ik ga ze overrijden. Ja? Ja, dat is goed, doe maar. Kom dan. Oeh, hij zit hier naast mij. Ja, maar mijn cracked. Hij is helemaal in de war. Er zit daar nog iemand, hè? Ik heb geen ammo. Hij is links. Hier bij die paal. Ja, ik heb hem. Lekker. Oh mijn god, ik had geen ammo meer. Team, nou, heel veel shit. SDP Deadly Rocket, zo erg lekker vind ik de krieg. Zag die headshot, let's go. Hey, Anouk Skiks, dankjewel voor je €13,37. Daar ben ik weer. Iedereen ligt in bed, nu ik toch. Ja, lekker in bed liggen, lekker streampje kijken, heerlijk toch. Kunnen jullie me wel ophalen hier? Ja, ik word beschoten. We hebben 13 kills, we gaan lekker. Besef gewoon, dit is het eerste potje van de avond. We hebben meteen op het begin Gulag verspeeld. En toch gaan we wel lekker. Nou, thanks maatje. Let's go. Deze leeft niet lang, maar we kunnen even kijken. Zullen we even naar de... We kunnen niet echt iets bij de shop halen. Nee. We kunnen deze wel halen. We moeten wel hier een beetje blijven voor de cirkel. Ah. Want als we in het open nu ergens kapot gaan, dan zijn we wel de Sjaak. Dat is een hele goeie van jou. Dat is waar. Oh, is dit tweede potje? Oh ja, Florian Koopman, scherp. Dat is mijn tweede potje. Boy, yo. Maar we doen alsof het de eerste potje is. Ja, echt hè. Oké, waar is die bounty? Oh, die is bij Boneyard. We kunnen wel een beetje bij dat randje van Boneyard chillen. Ja? Zullen we dat die doen? Die truck is wel bijna kapot, hè? Oh ja, al echt bijna. Ja, laten we gewoon proberen. We kunnen hier wel bij dit randje een beetje chillen. Ja, dat is goed. Ik heb geen zin om stil te zitten. Nee, ik ook niet. Ja, links zijn... Oh, hier zijn al mensen. Pas op, boys. Oh. Ik zie het niet eens. Oh, yo, achterop. Ja, hij gaat kapot, denk ik. Oh, ja. Stap uit hier. Dat is toch een prima plekje, dit? Perfect, dit deed je gepland. Oké, laten we dan hier naar deze gaan. En dan wachten we hun op. Misschien zijn ze er al. Heeft iemand UAV? Nee. Oh, en mijn nek. Oh, daar. Ah, letterlijk. Hier loopt er een. Ja, armor cracked. Ja, oh my god. Maar het is niet bounty. Maar wel team white. Boyo! Okay. Oh, nog één in de nek. Kant. Op, hij zit te campen. Ik kan niet taggen. Oh, nee, hij loopt nu langs de hangar. Oké, stil. Op onze body. Drie op onze body. Zijn ze allebei dood? Lopen. Ja, daar. Ja. Eentje zit rechts van je, eentje links en eentje in de midden. Wie heeft die tag? Haal die weg. Die ammo tag. Ja, daar zit. Dat was... Gaan we. Daar zitten ze. Oh, rechts. Telly. We zitten in dat huis. Have I done? Oh! Holy shit. Gas is closing. Get to the new safe zone. Enemy UAV overhead. Ik denk dat de UAV voor mij is bedoeld. Oh, scheisse! Tiende! Jammer. Oh, wat? €50 donatie? Oké, we gaan nu voor het derde potje. €50 donatie van Skittles 1869. Dankjewel voor je €50 donatie, man. Hey Enzo, alles goed bij jullie? Noel en Jur ook alles goed. Met mij gaat alles goed. Gaan we vandaag ook weer voor de €100. Ja, dat hangt van jou af, maatje. Maar dat moet je helemaal zelf weten. Maar super lief, man. Dankjewel. Leuk dat je er weer bij bent. Ik herken je nog inderdaad van de vorige keer. Je moet jezelf even muten, Noel. Anders horen we echo. Dankjewel voor je donatie, man, Skittles. SDP Deadly Rocket, dankjewel voor je donatie. Lekker, ik zag hem. Ik speel zelf ook met de Krieg 6. Daar knal ik ook iedereen mee neer. Ja, is wel een chill wapen. De M4A1 vind ik ook wel chill. Dat is deze. De Grauw en de M13 heb ik ook vaak mee gespeeld. De FFR blijft nog steeds wel beast, hoor. Misschien dat ik de FFR wel weer ga spelen met de car. Ik blijf dat wel heel chill vinden. En die AMAX die is ook heel sterk op dit moment. Dus dat is een beetje lastig. Keuzes, mensen, keuzes. De XM4, ja, dat is zo'n beginnerswapen, toch? Die je kan pakken tijdens loot ook. Die je best wel vaak krijgt. Dat is ook een chill wapen, ja.
yourself the proper warm-up. We'll be deploying soon. Probeer eens de Farah. Ja, de Farah, dat is ook wel een wapen wat vaak wordt gebruikt. Farah 83 heet die of zo. Oh, de AMAX wordt genervd, zie ik van Team Yaniku. Hey, Zoutappel, dankjewel voor je donatie, man. Ja, ik zie dat je dingen zegt, maar geen idee. Ik hoef niet altijd alles te delen, maar ik weet ook niet wat het was, maar... Een Bullfrog plus Tundra. Is dat ook een nieuwe meta, ja? Ik weet sowieso dat die LC10 nieuwe meta is, maar... Ik weet het niet. Ik ga denk ik weer de M10, de MAC-10 gebruiken. Dus ik had eigenlijk even mijn loadout moeten aanpassen. Die MAC-10 is namelijk echt zo sterk. Die heeft ook echt 52 rounds of zo. En vaak, als ik in een huis ga, dan word ik of gepakt door iemand met een MAC-10. Als ik een... Hey, heb ik die MAC-10 nu toevallig vast? Ah, dat is een Uzi. Maar die MAC-10 is nog steeds zo sterk. Het is echt die fire rate. Gewoon brrr, dat is gewoon nog sneller. Dat is echt niet normaal. Dat staat nergens op. Als mijn cam achterloopt of iets, dan moet je even de pagina vernieuwen. Dan ligt het waarschijnlijk aan je internet. Oké, daar gaan we, dames en heren. Het derde potje van de avond. Let's go, let's go. Go party people. Handje in de lucht. Go party people. Hey! Handjes in de chat. Oké, we gaan. Oké, laten we voor deze gaan. Er is ook die Bert aan de buurt. Vind ik wel mooi. Goeie? Ja, vind ik ook mooi. Ja, ben ik mooi. Ja, goeie. Oké, ik ga focus. Pray for your life 1 zegt de kilo is heel steady geworden. Oh, echt? Als die kilo steady is geworden... Yo, dan ga ik met de kilo en de MAC-10 spelen, denk ik. Of de kilo en de car 98. Want de kilo was echt mijn meest favoriete wapen ever, gewoon in Warzone. Serieus. De kilo, daar heb ik zoveel mensen mee gekillt. Dus echt... Alleen die damage achteruit gaan, dat is zo jammer. Oh ja, die damage wel achteruit gaan. Dat is jammer ervan. Maar die Frig is wel zo sterk damage wapen. Dat is zo chill aan die Frig. Ja, die Krieg bedoel je, die Krieg 6. Ja, die Krieg. Ja. Is echt knijtersterk. Ja, die damage is heel hoog, ja. Ja, bounty. Very nice. Zullen we gelijk pushen? Ze hebben toch slechte wapens. Ja, ik heb geen wapen, dus ik ga er eerst even ergens een vandaan zien. Ja, we moeten even allemaal een redelijk decent wapentje hebben. En als we dat hebben, dan kunnen we wel gaan. Dit is nog helemaal niet geloot, hè? Wat naast jou zit. Nee, dit is allemaal niet geloot. Pak ik deze. Hop. Kijk. Ik heb zelf ook nog een beetje crappy wapens, moet ik zeggen. Ik heb wel flinke flappen gevonden, moet ik zeggen. Kan je gewoon niet die ramen meer in vanaf hier? Kan niet meer, dat is raar. Ja, dat is gewoon nieuw. Oei. Yo, waar ben je helemaal heen gegaan hier? Helemaal aan de andere kant. Hé, hey, we kunnen Lodi halen. Let's go, boys. Ja, laten we naar de shop gaan. Let's go, let's go, let's go. Let's go, Oké, dit is echt nice. Dit is gewoon heel snel begin al loadout. Oh. Dan ga ik wel eventjes naar die satchel, naar die rugtas. Oh, dit is echt heel chill. Hier ben ik blij mee, want dan kunnen we gewoon lekker meteen al pushen bij die mensen. Ja, dit is een lekkere start. Ik drop hem hier. Oké, nice. Lekker, boys. Zino verboekend. Ik snap niets van dit spel. Het is heel simpel. Je hebt 150 mensen worden gedropt in een map. En wie als laatste wint, wie als laatste leeft, wint. Dat is het. En je moet elkaar neerknallen. En je kan bepaalde dingen kopen met geld. Dat is het, basically. Oh, joh, die bounty is weggevlucht. Holy moly. Oh, joh, die bounty is zo ver weg. Ja, dat is echt niet normaal. Ja, laten we daar gewoon heen gaan. Dat is 650 meter. Damn. Ja, ik heb nog een UV'tje gekocht. Met overige. Oh, dat is chill. Nice. Oh. Oh, we konden... Jur, wij kunnen nog plates kopen in principe. Ik heb heel veel plates, het zit vol. Oh, ik heb een satchel als het goed is. Oh, ik heb er 0. Nou, laten we meteen naar die bounty gaan. Hier, 300 meter. Ik heb er 8. Nog een minuut voor de bounty, boys. Oh, dat gaat het makkelijk lukken. Nee, joh, geen stress. Nick Locker zegt, speel dat ik hier met Myron zou lachen zijn. Ja, nou ja, die heeft nog nooit games gespeeld. Hier, recht voor ons, hè, boys. Ja.
Oké, Jur, weet je zeker dat je erboven gaat staan, zoals je nu doet? Zeker. Twee man zie ik. Ja, hier eentje, pak hem. Eentje dood. Ja, downed. Oké, die andere is buiten hier. Ja, ik merk het. Ja, die heb ik. Nee, ah, oh, nu pak jij hem. Lekker. Pak jij hem, we zitten hier zwaar onder schot, ouwe. Ja, die hebben de vorige keer maar zo aan het zeuren. Ja, toen was het 1 tegen 3. Nu is het 3 tegen 3, dus nu moeten we gewoon pakken wat we pakken kunnen. Alleen maar kusjes, jongens, kom op. Oké, okay, stap meteen weer in. Oké, okay, er zijn hier nog mensen, hier ergens. Ik hoorde ze allemaal schieten hier zo. Ja, dat fight hier. Dus je kan je UAV poppen. Ja, als je die kan poppen. Oh, dat had je al gedaan, toch? Noël, contact. Oh, sorry. Oké, je hoorde je niet. Oh, ja, heeft hij wel UAV? Ja. We vroegen dat net aan jou, reageerde hij niet. We zijn aan het dromen. Ja, ik was even in mezelf. Oké, nou dan gaan we hier heen, naar deze twee boys. Hier zijn twee mensen. Ja, ze rennen daar rechts. Ze gaan dit huis in. Oh, shit. Eentje downed. Ja, lekker. Gerrit, ik ga... Ik heb geen plates trouwens. Oh, ik word van rechts geschoten, rechts. Ja, hij is één hit. Ja, down door de muur. Lekker. Ja, ik heb geen plays. Ik doe gulag. Hoppa, ik heb het vlaggetje. Ik heb gewonnen. Ook onder Beurta aan, Beurta. Twee. Hey, dat is onze tactiek. Twee Beurta's. Kan ik landen bij jullie? Is iedereen dood of niet? Ja, ik heb er eentje nog. Maar die andere die ik als eerste had gekild, niet meer. Oh mijn god, twee Beurta's daar inderdaad. Oh, er stopt één gewoon. Ja, die zit op mijn loot ding. Als je gaat looten, pak ik hem. Ik kan net zeggen, zijn met z'n tweeën nog. Daar en daar. Ja, ik moet echt mijn loot even hebben. Je kan hier landen op mijn marker, oranje marker. Land daarop. Oké, okay, ja, ga ik nu doen. Oh, komen ze weer? Nee. Ja? Ja, ze zijn rondjes aan het rijden. Nee, maar op de oranje marker van mij kan je gewoon landen. Oh ja, daar kan ik landen. Oké, komt ie. Oh joh, ze hebben iemand doodgereden. Hé, hey, hier is iemand, naast mij. Hier, ik blok hem, ik blok hem. Ja, hij komt niet meer weg. Hij komt niet meer weg. Cracked. Ja, downed. Ik heb hem. Lekker. Die andere beurt zit hier. Oh, hij moet, ja, hij moet huilen. Ja, hij is huilen? Aan het huilen. Ja, hij was aan het huilen in Porsche. Oh, meen je niet. Ja. Kijk, dit was best wel nice. Ja, dit deden we leuk, jongens. Ja, dit deden we leuk. Klasse. Die beurt of tactiek dat Enzo me voor parkeerde was echt zo mooi. Dat was echt top. Ja, ik blokte hem gewoon, hij kon niet meer weg. Dat was super droog. Hey, ja, daardoor kon ik hem cracken. Oei joh, hey, ik heb hem. Is hij daar? Joh. Ja, hij zat ook te huilen. Ja. Wat de heck? Zoveel mensen aan het huilen vandaag. Ja, oké, wat heb ik nu? Oh, ik gaan even een UAV'tje en zo ga ik even van de shop aftrekken. Ik heb een bullfrog en wat is dit? Kijk, een bullfrog en een... Hier ligt nog een kilo, mocht je willen Enzo. Hey, ik kan met mijn LC-10 spelen. Ik heb nu iedereen gekilled. Al die vijfde kills zijn allemaal met mijn LC-10. Zo sterk is dat ding. Ja, ik vind die LC-10... Ik weet niet. Ja. Nee, koop jij maar iets. Die MAC-10 vind ik chiller. Ja? Okay. Oh, ik kan er wat mee kopen? Oké, dan koop ik wel zelfres. Maar welke... Heb je nog een beetje geld? Maar wel, dan kan jij... Zelfres? Ja, chill. Goed. Okay, ga jij rijden? Hey, Roy Groenewoud. Goeie avond, man. Dankjewel voor je suppie. Leuk dat je erbij bent. Achter ons. Sorry. Oh, ja, Most Wanted, die moeten we hebben. Ja, sorry. Let's go. Serigi Designs, dankjewel voor je donatie, man. Wordt gewaardeerd. Oh, nog een auto erachter. Twee auto's hierachter. Maar rijdt iedereen in één keer in auto's vandaag? Yo, armor cracked. Ja, ik heb disabled the vehicle. Disabled the vehicle, we gaan heen. Hij gaat hem ophalen, die vriend van hem. Kan je taggen? Ja, hij rent daarheen. Downed. Ja, heb jij. Ja, allemaal. Lekker. Nice. LC10, ik meen het, serieus. Je moet gewoon leren. Je moet gewoon leren. Oh, maatje. Armor cracked, één hit. Maar je moet wel... Oh. Ja, pas op, dan moet je weggaan. Oh, ik alt-tap.
Moet je gewoon leren, zegt hij. Ja, dat is gewoon. Hij killt 3 mensen en meteen moet je leren, moet je leren. Ja, kijk die truck achter ons, dat is die Most Wanted. Hij geeft ook gekke disco licht. Oké, we moeten eigenlijk even oversteken. Zullen we het nu gelijk gewoon doen? Ja, Jur, ga je mee? Ja. Jur is gekke manoeuvres aan het uithalen. En een mooie truck, jongen. Als ik nu beschoot. Hé, hey, zitten nog meer mensen daar? Ja, maatjes. Yo. Wow. Oh, critical damage. Ja. Oh mijn god, daar. Ik heb eentje hierboven. Life tag. Laat me erin. Oeh, pas op, dit is daar Claymore. Ligt Claymore. Ik ga met jou mee, Noel. Ik zie ze niet meer in de raampjes. Ah, is Waar? Oh, links van de building. Oh nee, wel links boven in de building. Zullen we hier naar beneden droppen, Noel, of niet? Nee. Ja, hier op de middelste plateau. Ja. Ja. Maar echt. Ook niet, hè? Nee, eigenlijk niet. We moeten eigenlijk eentje lokken, want ze zitten sowieso in de hoekjes te campen. Ik ga in ieder geval deze hier doen. Ja, hier. Oh, en op het dak. Eentje op het dak? Volgens mij. Eens op het dak? Wij zitten op het dak, bro. Nou? Kill die gast nou! Nou, ja, kill die gast, we zien hem toch niet? Nee, hij is naar binnen gegaan. Hij zit nog steeds op dezelfde plek! Ja, ik heb hem down! Hé, fucking eindelijk. Irritante gast. Termite. Hij is cracked. Cracked. Ja, hij is gerevived. Oh, ik raak hem met mijn termite even. Oké, ik ben hier beneden, boys. Ja? Oké. Hoe zie ik ook, hoor. Oké, okay. Nee, nee, red. Enemy UAV overhead. Oké, ik had hem bijna dood. No time to sleep on the jump. Oh, hij zit hier heel smerig te campen links. Eentje down. Oh, ik heb een double kill. Kom hier terug. Iedereen is dood. Kom naar boven. Echt? Ja. Ja, ik revive jullie. Ik had een double kill. Lekker maatje. Dat zijn ze. Ja, lekker. Is deze ook dood? Ja, ik heb hem. Nee, in mijn nek! Oh, er leeft nog iemand. Oh, toch niet iedereen dood, boys. rennen voor je leven, rennen voor je leven. Oh my god. Oh my god. Oei. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Enemy UAV overhead. Oei, joh. Ik ben zo hard te lul hier. Gewoon camp op. Rand op de rand, op de rand. Wat op de rand? Wat op de rand? Ja, ik heb daar een claymore, dus. Oh, ik ben hem wel aan het coachen. Hij zit achter je, denk ik. Oh. Hij had de smoker gegooid, daardoor zag ik hem ook niet. Yo, hoe scheef ben ik? Oh shit. Lekker maatje. Oeh. Yo, die chicken. Oeh. 100 euro donatie. What the fuck, China White, dude. Holy shit, ouwe. China White. Wat een moment, ouwe. Ik zit er midden in de game. Wow, yo, die skin. What the heck? Oh, dat is lijp. Dat zei je ook net, of niet? Oh, dit wapen is wel echt... Oh.